sportieve groet uit het Los Sportcafé, waarbij we vandaag twee gasten hebben die u vaak op de radio hoort bij de lokale omroep. Bij het sportprogramma op de zaterdagmiddag, René van de Groep. Goeiedag. Jan de Graaf. Hoi. René, wat doe je precies bij Los Sport Radio? Ik presenteer bij Los Sport. Dat betekent het programma aan elkaar spreken. Je hebt je verslaggevers die zitten op het voetbalveld. Dat zijn bij IJsselmeer wel Spakenburg of Eemdijk. Het hangt er vanaf hoeveel lijnen je hebt, hoeveel wedstrijden op dat moment beschikbaar zijn. En die lijnen, zeg maar, die komen binnen in de studio. En ik praat dat geheel aan elkaar. Ik schakel door van de ene naar de andere verslaggever. Ja, ja. Jan, hoe zit het met jouw aandeel in het programma? Ik ben een beetje de vliegende kiep. Wordt vooral ingezet als voetbalverslaggever, dus langs de lijn. Af en toe een wedstrijdje van de rugbyclub ben ik ook nog voor te porren. En zoals bijvoorbeeld aanstaande zaterdag, dan hebben we een avonduitzending waarin ook de wedstrijd van Spakenburg aan bod komt. En dan los ik René af als presentator en neem ik ook de techniek over. Ja, want heb je natuurlijk als Los Radio mee te maken. Door die tweede divisie heb je ook langere middagen en avonden dan. Dat is wel vervelend, lijkt me. Ja, klopt. Het is ook niet altijd te bemensen. En dat is heel vervelend eigenlijk. Ja. Want dan kom je vaak met de middaguitzending en is de ploeg die wat later moet. Ja, dat is eigenlijk altijd Spakenburg. Die kunnen we dan niet altijd verslaan. Dat is best jammer. Ja, en het is vrijwilligerswerk, René, dus... Ze staan niet in rijen voor de deur, geloof ik. Nee, helemaal niet. Het probleem dient zich eigenlijk dit jaar. En eigenlijk al, zolang als de Los staat, ook Los Sport, dus ook 25 jaar inmiddels. Ben je altijd bezig om alle zeilen bij te zetten om dat programma draaiende te houden en op de radio te krijgen. Dit jaar hebben we echt daadwerkelijk probleem, is tekort aan technici. Normaal ben ik alleen maar presentator, maar het geval wil, door tekort aan technici, mag ik er ook techniek bij doen. Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan komt niet altijd de presentatie te voeden en ook niet altijd de techniek. Maar ik moet zeggen, het gaat goed. Okay, dat wel. Dan heb je twee keer liefde werk op papier. Ja. Goed, en wij hebben de camera's niet zelf bij de velden staan. We maken gebruik van de beelden van bijvoorbeeld Fox Sport. Nog steeds een overeenkomst waarbij lokale en regionale omroepen gebruik mogen maken van de beelden. Een samenvatting van maximaal 4 minuten. Die hebben wij voor u klaarstaan. En de camera stond bij Jong AZ, oftewel 16 kilometer verder op een ander sportpark. Vanaf het begin was er op Sportpark Weider-Wormer maar één ploeg die aanspraak maakte op de overwinning. We zitten in de 5e minuut. Helmer scoort de 1-0. Jong AZ, de veel betere ploeg. De kampioen al van de tweede divisie, voorspellen veel mensen. Kijk hier, minuut 9, 2-0 door Stenks. En Spakenburg mag blij zijn dat het niet op grotere achterstand kwam. Nog steeds AZ. Jonge ploeg ook, 19, 20 jaar, veel talenten. Er komt er toch wel wat ruimte voor Spakenburg. Dat hele kleine kansje, het komt altijd. Kees Stol weet hier die kans niet te benutten. De aanval loopt door van de Meirakker, slim hakje op Philip Ties. En zijn inzet is te zwak, wordt gepakt. Dan in de eerste helft nog een mogelijkheid uit een vrije trap. Danny van der Meijerakker gaat hier koppend goed naar de bal. En scheert de bovenkant van de lat. En daar zou het eigenlijk voor Spakenburg bij blijven in deze wedstrijd. Natuurlijk AZ een ploeg die het zich kan permitteren om mannen te laten meespelen als Muren en Tankovic. En kijk wat er dan gebeurt. Een ingespeelde ploeg die ook 6 keer kan trainen in de week waar Spakenburg bij 3 keer moet doen. De aanvallen lopen vloeiend over het veld. En Hans van der Haar, ja, wat kan hij hier tegenover stellen? Natuurlijk, hij kan aanvoeren de ploeg. Spakenburg heeft diverse blessures. Dat klopt, maar ook al zou je compleet zijn, dan is het nog moeilijk tegen deze ploeg. Timmermans met zijn hulp komt Jacobs en zijn schot aan de 3-0. 9 minuten na rust. En dan hier als een mes door de boter. Weer een aanval. En op het randje buitenspel is het geen doelpunt. Maar natuurlijk is het uitstel van die 4e goal, want die gaat er zeker aankomen. We zien nog een keer net buitenspel. Maar zoals gezegd, die 4e treffer die volgt wel.
We zitten in minuut 77. Een mooi passeerlopje. 4-0. Stenks. Een van de jonge talenten die we ongetwijfeld over een paar jaar in de Eredivisie terug zullen zien bij de ploeg uit Alkmaar. En dan zitten we in de 1 laatste minuut. 5-0. Einduitslag. Danny, 2 uit 6. 0-5 of 5-0 verliezen bij Jong AZ. Is het een crisis bij Spakenburg? Van crisis wil ik zelf nog niet echt spreken. Maar ja, de feiten zijn hard. En dat 2 punten uit 6 wedstrijden, dan gaat het niet best de laatste weken. Ja, zijn ze goed of waren Spakenburg zo slecht, Jan? Ik denk wat Danny van der Meijerakker zegt, de combinatie van beide. Kijk, Jong AZ is gewoon een hele goede ploeg. Wordt wekelijks aangevuld met spelers vanuit het eerste. Bij AZ hebben ze natuurlijk heel duidelijk de doelstelling uitgesproken. We willen zo snel mogelijk met het Jong AZ naar de Jupiler League. Dus dan leveren ze ook graag spelers aan. Ja, Spakenburg is gewoon echt niet in vorm. De laatste paar wedstrijden, of eigenlijk de laatste paar maanden. Dus ja, het is en-en. Spakenburg niet goed en de Jong AZ wel. En dan krijgen ze een uitslag. Ja. Vorige week zaten hier aan tafel Jan Schuit en Kees Duis. Toen was de conclusie al, bij Spakenburg, zij vallen tegen. Nou, daar hoeven we niks op af te dingen. Spakenburg valt gewoon tegen. Wil subtop spelen en staan. Hier hebben we de stand inmiddels. Laten we eens kijken, René. Als je nagaat dat plek 17 en 18 rechtstreekse degradatieplaatsen zijn. Zit Spakenburg daar 3 punten van een rechtstreekse degradatie? En plaats 15 en 16 promotie-degradatiewedstrijden. Ja. Dan zit Spakenburg 2 puntjes boven. Ja. Dit wil geen blauwe supporter zien? Nee, ik denk misschien ook wel geen rode supporters. Dit is niet iets waar eigenlijk een Spakenburgsploeg gunt. Je gunst toch al het beste. En met die doelstelling die Spakenburg heeft, van zo snel mogelijk naar de Jupiler League, spreek ik dan uit de monden van Melrik Beukers, die heeft dat een aantal keren aangegeven. Is misschien een beetje te hoog gegrepen, zal het eerste seizoen, en misschien ook voor latere seizoenen ook wel, maar zoals Spakenburg nu draait, dan denk ik van, dit is niet wat we verwacht hebben. Ja, ja. Zijn er nou nog, Jan, lichtpuntjes waarvan je zegt van, nou, het gaat wel de goede kant op, er komt een keer een kantelpunt, misschien aanstaande zaterdag, en dan gaat het beter. Zijn die hoopvolle signalen er? Ik heb ze er niet gezien. Nee. Nee, ook geen signalen dat slechter zou gaan, maar ik heb ze nog niet gezien. Nee, nee. Nou, was de verwachting wel afgelopen zaterdag van AZ, kun je niet winnen. Zul je wel verliezen. Aanstaande zaterdag denk ik een hele belangrijke wedstrijd, Jan. Ja, absoluut. Want nou, je ziet het op de stand van de ranglijst. Dat Tech uit Tiel staat dit in de Spakenburg 12e, gelijk in punten. Ja. Je merkt ook wel dat de druk op trainer Hans van der Haar toeneemt. En dat hoeft niet eens vanuit Spakenburg te komen. Maar afgelopen weekend, RTV Utrecht in zijn berichtgeving, negatief. Zoals we ook wel een beetje van ze gewend zijn, als ik eerlijk ben. Als het gaat om zowel IJsselmeer als in Spakenburg. Dan is er wel extra aandacht. Dus ja, een hele belangrijke wedstrijd. Ja. Eigenlijk een 6-punten wedstrijd. Ja, je zegt iets. Je vindt dat RTV Utrecht iets te kritisch op het negatief af wel is in zijn beleving is. Ja, dat beeld heb ik nog wel eens. Ja. Ja. Ja, vooral als het gaat om zowel IJsselmeer als Spakenburg. Ja. Ja. Dat is een goed meer een gevoel dan dat ik het kan staven. Ja. Maar ja, vind ik wel. Als je kijkt, zeg maar, ik ben tegenwoordig inwoner van Veenendaal. Dus dan volg je ook iets meer GVVV. Die komen er altijd wat positiever vanaf. Ja. Dat hoor ik ook. Je bent inwoner van Veenendaal? Ja, tijdelijk. Ja, hoezo dan, Jan? Nou, ik ben afgelopen mei getrouwd met Martina. Nou, zij komt uit Veenendaal, ze heeft daar een ruime woning. Ruimer dan wat ik had in Spakenburg. En eind van het jaar komen we weer deze kant op. Ah. Ja. Nou, met terugwerkende krachten, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En hoe is het verder in het leven? Jij zei net voordat je in de studio kwam, ik kom uit Den Haag vandaag. Ja, klopt. Ja, ik werk bij Talent & Pro, dat is een detacheringsbureau in de financiële dienstverlening. Daar zit ik nu 4 jaar. En we zijn op dit moment bezig met een project bij staalbankiers. Dus in Den Haag, ja. En nog maar even verder over jouw doopzeel, want je bent ook een paar jaar actief geweest bij IJsselmeer Vals, hè? Ja, klopt. En daarvoor bij De Los, je bent weer terug, dus? Ja, dat klopt, ja. We zijn cirkeltjes weer rond, eigenlijk. Ja, ik ben de eerste paar seizoenen bij De Los geweest als beginnend verslaggever. Daarna een treetje hoger gaan zitten, letterlijk op de tribune in de radiokamer bij IJsselmeer Vals, als omroeper. Samen met Kees Bos deden we de opstellingen, doelpuntenmakers en de muziek. Hans Loef was eigenlijk de man die de muziek uitzocht voor ons. Ja, met heel veel plezier gedaan. En daarna ben ik veiligheidscoördinator geworden bij IJsselmeer Vogels. En dat 2 seizoenen gedaan. Ja, inmiddels ook bij de diakonie in de kerk.
Nou ja, dat is niet te combineren, veiligheidscoördinator en diaken. Ik zit nu in mijn laatste termijn, het laatste jaar zeg maar. En dan heb ik wat meer tijd op de zaterdag. Dus weer terug bij de los, begon weer te kriebelen. Ja, ja. Ja. Mooi. En je hebt ook wat rode jaren in jouw historie, toch, René? Ja, ik ben sowieso mijn hele leven al rood. Je wordt, zoals bekend is, hier in het dorp rood geboren. Mm-hmm. Maar ik ben inderdaad bij IJsselmeer wel zelf ook actief geweest. Ik heb daar een jaar of 7, 8 de website gedaan van IJsselmeerwogels. Ja. Die heb ik toen gemaakt, onderhouden en beheerd. Mm. En later met anderen, met het huidige webteam geloof ik. Ik heb dat gedaan van 2000 tot 2008, zoiets. Plus minus 2002 tot 2008. Ja. En daarnaast ben ik ook nog een tijdje steward geweest bij IJsselmeerwogels. Kijk. Ja. En op jou ging het weer kriebelen, bij de los. Ja, bij de los ben ik altijd al geweest eigenlijk vanaf het begin. Mm-hmm. De los heeft het laatste 25-jarige bestaan gevierd. En bij mij ontbreken de 3 maanden. Ze zijn april begonnen en in september kwam ik toen eigenlijk. Dus ik zit mijn hele leven al bij de los. En ik ben wel eens een paar jaartjes weg geweest. Maar ja, op een gegeven moment vraag ik ze dan toch weer. En dan zeg je nee en dan vraag ik ze weer. En dat was de bedoeling voor Los Sport dan weer. En daar ben ik dan weer terug sinds vorig jaar volgens mij. Of het jaar daarvoor alweer. 1 keer in de maand, zei ze. Ja. Ja, nou, dat is inmiddels 3 keer in de maand of zo. Ja, ze bedoelen 1 keer in de maand niet, bedoelen ze zeker. Ja, zoiets. Even terug naar het programma. Jij zit in de studio, jij hoort al die geluiden. Is dat een beetje te managen? Want soms gebeurt er op alle velden van alles en soms is het helemaal saai. Nou, als je alleen de presentatie moet doen, dan gaat dat helemaal goed natuurlijk. Want dan regelt de techniek is dat voor je. Maar als je zelf in de techniekruimte moet zitten met zo'n grote mengtafel voor je... Dan heb je daar voor je een paar boxjes waar die lijnen op binnenkomen van de voetbalwedstrijden, zeg maar. Mm-hmm. De eerste keer dat ik dat deed, dat was volgens mij in september, ik had gelijk 3 voetbalwedstrijden om oren. Dan moet je daar de techniek doen. Je hoort 3 mensen door elkaar heen spreken, of de geluiden van die velden, zeg maar, de oes en de aas en zo. Ja. En dan moet je dan maar weten wie of wat of waar is. En dan schreeuwt er ook wel eens iemand van doelpunt, doelpunt. Oké. Ik heb gezegd, dan zet je alle 3 de schuiven maar op. Begint wel één te praten natuurlijk. Ja, mooi. Ja. Even terug naar Spakenburg. Wat is de oplossing? Jan, is jou de vraag. Wat is de oplossing bij Spakenburg? Wat zou jij voor advies geven aan Hans van der Haar? Op dit moment denk ik gewoon rustig blijven. Gewoon met de hele vereniging. Gun Hans van der Haar en Melrik Beukers in zijn nieuwe functie gewoon de tijd. Mm-hmm. Om organisatie neer te zetten. Het niveau in de tweede divisie valt tegen. Of Spakenburg valt tegen of het niveau valt tegen. Maar ja, wend er gewoon even aan. Pak voor dit seizoen je verlies. Doe geen gekke dingen. En begin alvast rustig te bouwen aan het nieuwe seizoen. Ja. Jouw advies aan Hans... Voor Spakenburg? Ja, voor Spakenburg. Ja, ik hoop dat ze het iets beter mogen gaan doen. En net wat Jan zegt, vooral rust houden. Rust in de ploeg houden. Dat een van de belangrijkste opgaves is bij Spakenburg, denk ik. Want daar schort het wel een beetje aan op dit moment. Er gingen op de digitale wereld al wat witte zakdoekjes in de lucht. Maar dat is nog te voorbarig, René? Voor Hans van Daar. Ja. Ik denk dat dat nog voorbarig is. Maar... Ja. Ja, zoals je dat bij IJsselmeervels ook ziet gaan, de eerste paar wedstrijden dit seizoen gingen gewoon slecht. En toen riep ook iedereen, wat een slechte trainer en slechte spelers, zeg maar. Op het moment dat het begint te lopen, zijn ze in één keer allemaal top en hartstikke goed en weet ik het allemaal. Ja. Nu krijgt Spakenburg de hele lading over zich heen, inclusief trainer. Ja, dat is allemaal slecht zijn en weet ik het allemaal. Maar op het moment dat een kentering komt en dat het goed gaat, ja, dan worden de witte zakdoekjes weer snel weggehaald. Ja, ja. Ja. We maken de stap naar IJsselmeervogels. Als we het hebben over kentering, die staan er natuurlijk heel wat beter voor. We gaan straks over IJsselmeervogels praten. We gaan eens kijken naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag thuis tegen Sneek. Henry de Raaf. 25 minuten onderweg. Grot, Mike van der Laar. Deze combinatie mislukt. Husje ertussen, dat is goed. En dan komt hij via Husje weer bij Henry de Raaf terecht. Hussen met een voetbeweging. Dit is een goede voorzet. Grot, het is 1-0. 1-0 voor IJsselmeervogels. Sherwin Grot. De lange spits van IJsselmeervogels. Hier met Osturk. Vrij trap voor IJsselmeervogels. Dat is merkwaardig. Mike van der Laar gaat hem nemen. 4 minuten voor rust. Mike van der Laar. En de 2-0. 2-0 door Marciano van Leijenhorst. De verdediger die zijn eerste goal maakt voor IJsselmeervogels. Grot en Alen de Boer, die verslikt zijn Grot. Het is 3-0. Ja, dat gaat wel heel snel dan. Sherwin Grot. De ruitbaanlegmaat is geopend.
IJsselmeervogels gaat met 3-0 rust. Dat is comfortabel. Dat is prima. Hier is Sneek. Wordt prima weggehaald. Dan IJsselmeervogels weer eruit. Mike van der Laar met een bal op Grot. Grot moet Ali Akla bedienen. Dat doet hij. Ali Akla kan afleggen. Kan ook zelf. Ali Akla 4-0. 4-0. 51ste minuut. Camelia. Ali Akla. Mike van der Laar. Het gaat echt draaien nu. Mike van der Laar. Hier is Grot. Grot. Oh, geweldig dit. Osturk. Ja, dit is tiki-taka. 5-0 Oktay Osturk. Je denkt hier dat Grot hem dan toch voor eigen succes gaat. Maar hij gunt hem aan Osturk. Hier staat geen maatspel. Fantastisch doelpunt van IJsselmeervogels. 5-0. En bij Sneek lukt helemaal niks meer. Hussen, geweldige paas op. Mike van der Laar. Keeper komt naar zijn doel. Mike van der Laar, oh Grot. 6-0. Wat gaat dat toch? Ongelooflijk makkelijk bij IJsselmeervogels. Mike van der Laar ziet Grot lopen. Ja, het ziet er zo simpel uit. Maar zo'n paas moet dan ook precies op maat zijn. En dat is die ook. IJsselmeervogels duidelijk de betere vandaag geweest. Sneek heeft niks te vertellen gehad. En IJsselmeervogels wint met 6-0. Met dank aan IJsselmeervogels TV. Commentaarstem was van Nico Heek. Was IJsselmeervogels nou zo goed, Jan? Of was Sneek zo slecht? Nee, in dit geval kan ik wel zeggen, IJsselmeervogels was zo goed. En Sneek bakte er ook weinig van, als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja. Want ja, als we het hebben over kentering, net hadden we het woord kentering hier aan tafel. Wat was de kentering van IJsselmeervogels? Nou, kentering is relatief, want je voetbalt nu op een niveautje lager natuurlijk. Kentering is nu dat er ten opzichte van vorig seizoen een team staat wat voor elkaar knokt. En het is een team. Eind vorig seizoen zaten een paar rotte appels in de selectie. En heeft Sander van Dijden toen ook al eruit gehaald. Ja, en nu zie je gewoon dat er een team staat. En dat is heel erg een cliché eigenlijk, maar ja, dat werkt wel. Ja, en wat ik ook wel moet zeggen, dat Sander van der Heijden best wel vast heeft gehouden aan zijn eigen filosofie. Tegen best wat cynisme in. Mm-hmm. Hij begint nu zijn vrucht af te werpen. En doordat hij dus en zijn visie heeft vastgehouden en toch ook heel relatief korte tijd goed team heeft neergezet. Ja dan, dat is een succesvolle formule. Ja. Want in het begin van het seizoen, René, dachten veel mensen van het wordt niet zoveel. De verwachtingen in het begin van het seizoen waren eigenlijk hetgeen waar IJsselmeervogels nu staat, boven in die derde divisie. Mm-hmm. Maar als je dan de eerste wedstrijden in schouw neemt, dan heb je zoiets van, dat hadden ook veel fans, rooien zeg maar, die hadden zoiets van, dit gaat hem dit jaar niet worden. Ja. Als dit zo doorgaat, dan moeten we uitkijken dat we niet volgend seizoen een derby spelen tegen Eemdijk. Ja. Dat was de verwachting eigenlijk. En na een aantal wedstrijden is het dan gelopen. En net wat Jan net zegt, dat Sander vast heeft gehouden aan zijn eigen visie. Op het moment dat je dat zegt, dan moet je gelijk aan Van Gaal denken. Want die heeft ook zijn eigen visie. En die ramt ook door. En meestal heeft hij gelijk. En ik hoop voor IJsselmeervogels dat Van der Heijden gelijk aan zijn zijde krijgt. En daar gaat het nu wel op lijken. Ja. En wat je natuurlijk ook al hebt, de eerste paar wedstrijden was de defensie anders dan dat hij nu is. En daar heeft hij nu Marciano van Leijenhorst neergezet. Ja. Shannon Camelia bijvoorbeeld is echt een versterking. Nou, als je kijkt wat er vorig jaar stond, en Jim van Alst centraal af en toe en ook Dennis Holleid. Ja, die mag nu af en toe invallen als back. Ja, dat waren toen je vaste mannen. Dus de kwaliteit is verbeterd. En de eerste paar wedstrijden van het seizoen liep het niet. Nou, heeft hij goed ingegrepen, Sander van Leijden. Ja. En nu wordt er zelfs gepraat over contractverlenging. Ja. Ja. Nou, dat gaan we volgende week vragen aan de twee mensen van de TC die hier dan zitten. De technische commissie van IJsselmeervogels zit volgende week aan tafel. Ook daar hebben we een stand van die derde divisie. En het wordt leuk. Het wordt aanstaand weekend interessant, René. Want kan aan kop komen. Ik kijk helemaal uit naar die wedstrijd van aanstaande zaterdag. Natuurlijk FC Lisse tegen IJsselmeervogels. Ja. Nummer 1 tegen de nummer 2. En ik ben ook heel blij dat ik in de studio mag zitten en dat mag presenteren. Want dat is gewoon fijn natuurlijk om bij een dergelijke wedstrijd aanwezig te zijn. Dit is wel een zespuntenwedstrijd, zoals ze het ook noemen. Of zes punten. Of je verliest die wedstrijd en je komt op 4 punten achterstand. Of je wint en je staat aan koop. Ja. En ik denk, als IJsselmeervogels die wedstrijd winnend weet af te sluiten, dat als ze eenmaal aan koop staan, dit niet meer zo snel aan de handen gaan geven. Kijk, Jan.
Ja, mee eens. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Is dat ook het rode hart dat het ingeeft? Is dat hoop of is dat reële verwachting? Nou, ik kan altijd wel nuchter kijken naar de prestaties. En als je ziet dat je de laatste wedstrijden heel veel doelpunten maakt. Weinig tegendoelpunten krijgt. Ook weinig aanvallen eigenlijk tegen krijgt. Ja. Tegenstanders creëren op dit moment niet zoveel. Ja, als je dan verliest, je wint. En die vorm blijft. Je hebt geen blessures. Ja. Dan zie ik dat heel positief in voor IJsselmeervogels. Ja. Wat zijn concurrenten, denk je, René, als je zo deze divisie bekijkt? Tegen de meeste ploegen heb je al gespeeld. Ik denk concurrentie die aanspraak maken op de titel. Ja. Ik denk toch de eerste drie. Lisse, IJsselmeervogels en vlak A, SWH ook niet uit. Ja. Ik vind het ook een hele sterke ploeg. Die het ook heel goed doet. Ja. In deze klasse lijkt Jan Quickboys een beetje het Spakenburg. Want Quickboys zou meedraaien in de top en staat hier in het rechte rijtje. Ja. Ja, als je kijkt naar de naam van de club, is dat verrassend. Hm. Ja, als je kijkt dat ze de afgelopen jaren met heel veel pijn en moeite pas die promotie konden bewerkstelligen. Ja. Nou, toen we moesten balen dat ze niet in de tweede divisie kwamen, maar dat er nog een divisie is bijgebouwd. Dus nog steeds niet op het hoogste niveau zitten. Ja, het is gewoon moeilijk. En Quickboys is qua naam natuurlijk echt een instituut. Ja, op het veld de laatste jaren eigenlijk niet meer. Ga je mee naar uit te strijden, Jan? Af en toe. Is dit een wedstrijd waar je... Komende zaterdag zou ik het eigenlijk wel willen doen. Maar ja, ik ga ook lekker vanaf halverwege de middag techniek en presentatie doen. Ja. Hier, dus dat zit er even niet in. Ja, klopt. Nee, maar ik ga met sommige uit de strijden wel mee. Ja, ja. Dan is het reëel om zeg maar, als je wint... Dan denk je, we kunnen naar boven blijven kijken, dan lonkt er iets moois, begrijp ik, Jan, zeg je net. Dat denk ik wel. Ja, kijk, een kampioenschap is heel mooi en de tweede divisie lonkt en daar is eigenlijk geen knal aan. Dat zo mooi is dat niet. Maar goed, als je even korte termijn, dan denk ik wel dat IJsselmeer wel een hele serieuze titelkandidaat is. Ja. Ja, en dat is voor de club goed. Want dan merk je dat de cynisme wat de afgelopen jaren erin is gekomen, dat weer eruit gaat. Die beweging zie je nu al, dat is positief natuurlijk. Ja, en daar is meer wel supporters, inclusief mezelf, zijn wel weer toe aan een kampioensfeestje. Ja. Ja. Wat vinden we van de tweede en derde divisie, de andere opzet van de topklasse, René? We zijn nu dik 10 wedstrijden bezig. Ik vind die tweede divisie ronduit tegenvalt. De verwachtingen ook uit de KNVB vandaan, die zijn dan eigenlijk zo hoog. Dat is trouwens ook met de topklasse van, ja, dit worden fantastische wedstrijden. Er komen vele toeschouwers op die wedstrijden af. En als we bijvoorbeeld die gemiddelde toeschouwersaantallen van die wedstrijden kijken tussen de tweede en de derde divisie. Dan is het in de derde divisie zelfs dat het aantal toeschouwers gemiddeld hoger ligt. Het is niet veel hoor, dan in de tweede divisie. Ja. Maar normaal zou je zeggen van, er moet een tweede divisie er gewoon uitspringen. Ja. En ik vind de wedstrijden op zich vind ik ook niet zo spraakmakend. Ik ga liever naar de IJsselmeervogels Lisse of een Spakenburg Quickboys. Goed, dat gaat nu dan even niet. Dat zijn voor mij spraakmakende namen. Kijk, Quickboys doet er nu even wat minder dan. Dat geldt ook voor Rijnburgse Boys, die eigenlijk ook een titelkandidaat zou moeten zijn in die tweede divisie. In de derde divisie. En ja, dat zijn voor mij toch wel spraakmakende namen. Die horen graag, daar ga je graag heen. En dat mis ik wel een beetje in de tweede divisie. Ja, vlak natuurlijk Spakenburg niet uitgeven, VV en nog een paar. Maar het trekt mij niet. Nee. En dan, net hadden we het er al even over, Jan, die belofte teams in de tweede divisie. Wat is jouw mening daarop? Ja, ik vind het is een vorm van competitievervalsing. Ik kan wel zeggen, voor iedereen zijn de regels voor de competitie bekend en gelijk. Alleen als je ziet wat ik zeg, een jong AZ, dat kan regelmatig spelers van het eerst inbrengen. Andere jong teams kiezen ervoor om het echt alleen met jonge jongens te doen. Dus af en toe de voetbal je tegen 16, 17-jarige jongens. Dan heb je weer een relatief makkelijke middag. Ja, ik vind het niet mooi en ook voor het publiek niet. Want een jong AZ brengt weinig publiek mee. En dat geldt voor meer van die clubs. Het is vrij sfeerloos, vind ik. Ja, ja. Ja, en daar doen we niks meer aan. Het is onbegrijpelijk eerlijk gezegd dat de KNVB dit toelaat. En het is inderdaad je Rijnse competitievervalsing. Door de menig één gezegd. Ja. Maar goed, laatst had er een van die clubs de brutaliteit om te denken een wedstrijd uit te stellen. Omdat er wat spelers niet opgesteld konden worden. Door de belofte Nederland onder de 21, geloof ik. Moesten er wat spelers afstaan. Afijn. Wij gaan door naar een hoofdklasse waar dat soort problemen niet spelen. Hoofdklasse B. Eemdijk had al een paar vervelende uitwedstrijden redelijk gevoetbald. Gelijkwaardig, maar net stond het aan de verkeerde kant van de medaille. Dat gebeurde afgelopen zaterdag weer. En dan op het veld van Apeldoorn. U ziet de opstelling van Eemdijk dat uitkomt op het fraaie sportpark van CSV Apeldoorn. Gelegen in de Veluwse bossen.
Slechts één fragment uit de eerste helft. Maar een vervelend fragment voor Eemdijk en met name John van Gulik. Hij speelt hier niet goed terug. En zo komt Apeldoorn op voorsprong. 1-0 door Krijns. En Eemdijk stond die eerste helft redelijk georganiseerd in het veld. Apeldoorn de betere ploeg, dat wel. Dan is de eerste kans in die tweede helft ook weer voor CSV. Die bal gaat maar net naast. En kan de regenboog dan wat geluk brengen. In ieder geval gaat Eemdijk wat wilskrachtiger spelen. Het creëert mogelijkheden, want aanvallend lieten de eerste helft heel weinig zien. Dat is anders in de tweede helft. En daar is de gelijkmaker, zo lijkt het. Maar de vlag en de hand van de scheids gaan gelijk omhoog. Is dat zo? Op dit moment staat er een speler van Eemdijk inderdaad een paar centimeter buitenspel. Het is genoeg voor de grensrechter om een signaal te geven. En de goal wordt helaas voor Eemdijk afgekeurd. Maar Eemdijk is wilskrachtiger, zoals gezegd. Het wint zijn duels. En het gaat hier fanatiek door, zoals hier Selimi. Arjen Selimi wint dat duel. En daar is hij beheerst in de afmaking. Wil nog wel eens wat druistig zijn en te snel schieten. Te gehaast, dat is hier niet het geval. Hij blijft rustig, behoudt het overzicht. En brengt Eemdijk terug in de wedstrijd. En de bank van Eemdijk ziet dat Eemdijk wellicht zo brutaal is op zoek naar de voorsprong. Eemdijk dringt aan. Komt de bal terug bij Nicky Bagelaar. Mikt goed en schiet op de paal. Wat een pech zeg voor Eemdijk. Ruizendaal bokst daar de bal weg. Overtreding even buiten de 16. De bal komt op zijn 18 meter van de goal te liggen. En gaat er hier heel fraai in hoor. Een hele mooie vrije trap. Betekent 2-1 voor CSV Apeldoorn door Rob Diederik. En dan hier een fikse overtreding. En de scheids staat er met de neus bovenop. Twijfelt niet, pakt gelijk de rode kaart voor Jordi van Dalen. En dat betekent dat met nog zo'n 20 minuten te spelen Eemdijk een mannetje meer in het veld heeft staan. En we kijken nog eens naar die overtreding. Inderdaad, veel te laat voor de bal. Grof het been geraakt. Eemdijk met één man meer. En de bal wordt hier van de lijn gehaald. Dat was bijna de gelijkmaker. Eemdijk gaat door. Apeldoorn rent terug. Kan alleen maar tegenhouden op dat moment. Bolland in de ploeg gekomen. En die bal gaat voorlangs. Selimi komt hier een teen tekort. Eemdijk in de slotfase. Hier dan misschien. Maar deze bal gaat over de goal en zo blijft het 2-1 voor Apeldoorn. Ja, de conclusie vorige week was hier aan tafel, René. Ja, Eemdijk doet het naar behoren. Ja, en als ik dan de stand van vorig jaar in mijn achterhoofd neemt, en die verwachting had ik dan weer eigenlijk. En ik ben ook naast Van Rooij ook een fan van Eemdijk eigenlijk. Ik gun ze ook elke week een winst. Mm-hmm. En na de eerste wedstrijden van dit seizoen leek het erop uit dat ze toch weer die richting op gingen van vorig jaar, richting boven. Mm-hmm. Maar het is min of meer een beetje de klat erin gekomen. Maar wat ik dan links en rechts hoort, ook aan de hand van de uitzending van vorige week, wat Jan Schuiter over vertelde en Kees Duist. Er zit gewoon op dit moment denk ik niet meer in Eemdijk en de positie waar ze nu staan. En dat is gewoon middenmoot en that's it. Ja. En daar moeten we dan blij mee zijn. Ja. En ik denk dat ze dan misschien daaruit moeten gaan bouwen voor volgend jaar alvast. Mm-hmm. Dat misschien een andere doelstelling is, hoger of zo. Ja. Je hebt als het werk gezien, Jan, deze... Ja, de wedstrijd tegen Dovo. Mm-hmm. Ja, en dat was in die week dat het toen nog bloedheet was. Mm-hmm. En Eemdijk speelde opportunistisch. Ze wisten toen ook te winnen met 1-0. In de wedstrijd was het wel terecht. Ja. Ja. Maar had je ze iets hoger ingeschat? Of? Nou, eigenlijk niet. Want nee. Wat René zegt, vorig seizoen heeft Eemdijk echt bovenmatig goed gepresteerd. Ik denk ook een tikkie boven een stand geleefd in dat seizoen.
En denk inderdaad dat ze nu naar behoren en naar verwachting presteren. Ja, maar laten we die stand er maar even bijpakken ook. Want dan zullen we zien dat ze in de middenmoot staan. Alleen ja, je hoopt dan dat je in de middenmoot aan het linkerrijtje staat. Mm-hmm. Ja, waar begint die middenmoot? Misschien bij Putten. En loopt dan vanaf plek 8 tot en met plek 12 misschien. Ja. En we hoeven ons niet bang te maken, denk je René, voor de groene. Ja, als dit niveau kunnen handhaven wat ze nu hebben en daar blijven rondzwerven rond die 11e plaats, ja, liever hoger natuurlijk. Ja. Dan hoef je geen zorgen te maken dat ze in degradatiegevaar komen of zo. En dat vertrouwen heb ik nog wel in Eemdijk, dat ze dit kunnen handhaven waar ze nu zijn. Ja, ja. Zijn er spelers, Jan, waarvan je denkt van daar zit meer in? Potentieel misschien derde, tweede divisie bij Eemdijk? Ja, ik denk dat op termijn Selimi wel naar boven komt drijven. Ja. Die moet nu nog wat ervaring op doen. Jij noemde het al in de samenvatting, is af en toe wat druistig. Mm. En dat is hij ook. Ik heb nog in een paar jaren bij IJsselmeer ook als assistent jeugdtrainer gefungeerd. Toen zat hij ook bij mij in het team. Dat was Martijn Knevel hoofdtrainer. Ja, ja. Ja, dan weet je gewoon dat de kwaliteit afgeleverd wordt. Ja. Ik mocht hem assisteren en Selimi was dan ook een van onze spelers. Ja, echt een goede voetballer. Beetje tenger nog, maar op het moment dat hij wat meer body krijgt en ook wat meer spelinzicht, ja, dan is hij wel, ik denk al tweede divisie waardig. Ja. 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 Goed, nou laten we hopen dat Eemdijk met terugkomende spelers van blessures weer iets meer gaat voetballen. Dat de resultaten tenminste een puntje opleveren of nog wel meer. We gaan eens kijken naar het programma van aanstaande zaterdag. Dat doen we met de Toto erbij. We kijken ook eerst even terug naar de Toto van de vorige week. Toen hier twee experts aan tafel zaten. En Kees Duist 7 goed, Jan Schuit 6 goed. Betekent dat ze in een rijtje komen met toch wel leuke namen. Jan Schuit, het rijtje van Hans van der Haar. En Kees Duist in het rijtje van Ulrich Landvreugd en Sander van der Heijden. Maar ze komen nog niet bij Grote Menno in de buurt. Misschien is het wel zo met Jan en René. Hier staan jullie voorspellingen. Nou, laten we eens beginnen bovenaan. Spakenburg Tech. Daar zie ik geen eentje, Jan, bij jou. Nee, ik denk Spakenburg gewoon niet echt lekker in hoe je doen. Tech net zo goed of net zo slecht. Ja. Dat is dan een drietje. Gelijkspelletje. Ja. René, jij denkt dat het helemaal niks wordt. Nou ja, ik gun Spakenburg eigenlijk wel een gelijk spel. Maar aan de hand van de wedstrijden van afgelopen week en toch de onrust in die ploeg. En ook weer het toch wel dramatische verlies van afgelopen week. 5-0, ja, is toch niet niks. Ja. Ik denk van, dan gaan ze dit ook niet redden. Ik hoop tegen beter weten in natuurlijk. Maar ik denk dat Tek, omdat Tek op dit moment ook een gelijkwaardig is aan, mm-hmm, aan Spakenburg. Ze hebben allebei 13 punten. Ja. Dat staan op dezelfde plaats, zeg maar. Dus ik denk dat Tek toch de meeste kans heeft. Ja. Gaan we kijken naar die derde wedstrijd op dit formulier. Dat is GVVV tegen Jong AZ. De nummer 1 tegen de nummer 2. Maar jullie zijn het erover eens. Jouw GVVV, jouw woonplaats op dit moment heeft geen kans. Nee, dat denk ik niet. De Venendalers. Nee, dat Jong AZ heeft gewoon te veel kwaliteit en heeft GVVV niet. En zo gauw mogelijk, ik heb trainer van AFC horen zeggen, laat ze zo gauw mogelijk kampioen worden, dan zijn we er vanaf. En, heb je er last minder van? Ja. Ja, het is al vaak gezegd over competitievelden enzovoort. Maar het is ook bekend dat zelfs geschorste spelers uit het eerste van de AZ, ja, die mogen dan wel gewoon meespelen met het jong AZ. Ja, dit klopt gewoon niet. Nee. Gaan we kijken naar Lisse tegen IJsselmeer. Volgens een topper van je welste, René. En jullie zijn het erover eens, de punten worden gepakt. Na zaterdag is IJsselmeervogels lijstaanvoerder. In die flow waar IJsselmeervogels zit en aan de hand van de laatste 10 wedstrijden, hoe ze spelen. En je hebt het net ook kunnen zien in die samenvatting, hoe makkelijk gaat en ook hoe mooi die doelpunten gemaakt worden. Lisse heeft afgelopen week verloren met 2-1, mm-hmm, van Scheveningen. En ik denk van ja, die hebben een tik gehad en IJsselmeervogels zit in de flow. Ik denk IJsselmeervogels wil ook winnen en ik denk die gaan ook winnen. Die staan aan kop. Ja. Bij Spakenburg hadden we net de vraag, wat is de oplossing bij Spakenburg? Even bij IJsselmeervogels de vraag, wat is de valkuil van IJsselmeervogels? Dat het niet te euforisch moet worden. Oké. Okay. Ik denk dat daar moeten ze oppassen. Dat zei ik vorige week ook in de uitzending. Mm-hmm. Ze winnen 10 wedstrijden achter elkaar. 8 in competitieverband en 2 in bekerverband. Mm-hmm. Het is prachtig dat je 10 wedstrijden achter elkaar wint. Maar ga niet euforisch worden. Want dan ga je misschien te denken dat het te makkelijk gaat. En dan ga je naast je schoenen lopen, zeg maar. En dan ga je fouten maken. Ja. En ik denk dat dit de valkuil kan zijn. Ja.
Jan, je bent eens met René over de winst bij Lisse. Ja. Jij zit ook te knikken bij de valkuil die René aankaart. Ja, klopt. En ik denk dat het, de sleutel ligt bij heel goed de winterstop uitkomen. Mm-hmm. Dat is vaak zo'n moment dat je bij ploegen die bovenaan staan een dipje ziet in vorm en resultaten. Dan, als hij meer wel eens daarvoor kan waken, dan moet het goed komen. En even terugkomend op de wedstrijd zaterdag tegen Lisse. Dat wordt absoluut niet makkelijk, want Lisse heeft ook gewoon een hele goede ploeg. Mm-hmm. Nou, maar ik denk ook wat René al zegt, in de vorm waar hij Smeerwals nu in steekt, hoef je er niet van te verliezen. Nee. Goed, we kijken nog even naar Eemdijk moet weer uit. Een pittige uitwedstrijd naar Rijssen, Excelsior 31. Laten we hopen dat het dit keer er anders uit komt te zien. Ik gun jullie ook wel een puntje in de toto, maar of dat echt weer ziet u volgende week. Waar de heren in ieder geval een punt kunnen maken, dat is met de FC Bunschoten. Het dreamteam van rood en blauw en groen. We gaan eens even kijken wat op dit moment in de basis staat. En wat jullie gaan doen. René. We hebben het erover gehad van de Ruizendaal, de keeper van Eemdijk. Die heb ik graag weg, maar dan maken we eigenlijk een statement voor een blauwe reserve doelman van Spakenburg dus. Ja. Lorenzo Hop, die is 2 jaar geleden geblesseerd geraakt tegen GUV. Mm-hmm. Is al die tijd geblesseerd geweest en heeft afgelopen zaterdag weer zijn rentree gemaakt in het vierde. En wij gunnen hem gewoon dat hij weer in het eerste van Spakenburg mag komen. Of in ieder geval weer reserve doelman bij het eerste. En vandaar dat we zeggen van, wij zetten die op de plek van Ruizenaal. Ja, mooi statement, heel mooi. 100% mee eens. Ja. Ja. Jan, wat ga jij doen? Dan wissel ik Ties van Spakenburg en daar zet ik dan Achraf Nemi van IJsselmeervogels voor in de plaats. Okay, ja. En ik kies dan voor Nemi, want die speelt eigenlijk afgelopen seizoen, want het heel slecht seizoen was bij IJsselmeervogels, is hij altijd de speler geweest die volle drive had. Mm-hmm. Enorm goed ook is in het afpakken van de bal en dat vervolgens weer een goed vervolg geven. Ja, in dit seizoen is hij nog beter dan vorig seizoen, dus vandaar dat hij zijn basisplekken wel verdient in FC Bunschoten. Ja. Dan mogen dit seizoen per gast 2 spelers worden gewisseld, maar jullie hebben net overlegd. Never change this team. De winning team. wij winnen dit team zo sterk. Ja. Dit is gewoon zoals we FC Bunschoten voorstellen. Ja. 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 Oké, met dit team gaan we volgende week de gasten dit team voorleggen en kijken wat zij ervan vinden. Dan Marcel de Graaf en André van Diermen van de technische commissie van IJsselmeervogels. Dan weten we ook of de vogels inderdaad aan kop staan. De uitzending aanstaande. Ik geloof, jij begint met de knoppen en dan draag jij het over aan je buurman. We hebben een hele lange uitzending zaterdag. We beginnen om 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En ik zelf doe de presentatie van 2 tot 5 en daarna neemt Jan het over. En dat is te mooi dat je dubbele bezetting hebt om zelf zeg maar van 2 tot 8 te gaan zitten. Dat is gewoon te lang, dat red je gewoon niet. Ja, ja. En we zijn ook blij dat er ook een verslaggever is. In dit geval. Ik mag verslag doen bij Spakenburg. Ja, dat is, ja. Ik doe mijn maar best. Het wordt een hele mooie uitzending. Ja, ja. Ja. Dan hebben wij contact met elkaar. Klopt. Aan de ene kant van de lijn, aan de andere kant. En ja. Ik hoop dat we contact hebben met u. Dat u aanstaande zaterdag gekluisterd bent aan de radio. Want wij doen ons best als vrijwilliger om het voetbal voor u aantrekkelijk te maken en binnen te brengen. Goed, heren, bedankt René, Jan, voor jullie komst naar de studio. Wij geven u de sportieve groet in de huiskamer en graag tot volgende week.